Goedenavond. Nou, om te beginnen gaan we even denken aan ons broers. Die waren in de gevangenis. Die zijn nu 18 dagen hongerstaking. Niks gegeten. En is het triest. Vandaag is het 18 dagen. Helemaal niks gegeten. Ik wel, maar... Dat is triest. Waarom moet ik eten en hun niet? Nou, om te beginnen. Zonder kabel kan ik niet. Om te beginnen de eerste nummer. Ik heb een nummertje. Die heet de boom. De boom is een symbool. Maar eigenlijk ik heb de nummer, de tekst opgeschreven over mijn stad. Die staat eigenlijk. Ik heb tekst opgeschreven en boom. Die toen was ik jongen. Gitaar leren. Ik ga daar altijd in het strand. Die heet Caravonita. En ik kijk in deze boom in de zomer en in de winter. Geen bladen. Niks. Maar dat is eigenlijk mijn stad Al-Huzima. Dit rest is. Anselvoth, hij is zonnig. En gezet, min en verme. Anselvoth. Dankjewel.
Goedenavond, hartelijk welkom en dank Rashid Barashid voor dit prachtige nummer. Als er tijd over is aan het einde, zullen we naar nog een nummer luisteren. Ik denk dat het gaat lukken en neem voor nu vooral plaats in het publiek. Welkom, fijn dat jullie er zijn. Ik ben Zara Toxus, ik ben programmamaker bij de Bali en ik zal jullie vanavond door dit gesprek heen begeleiden. Ik ben ontzettend benieuwd om in gesprek te gaan met de dappere Noël. En dit programma is door mijn collega Merlijn Geurts samen met mij gemaakt. En we zijn onder ons, maar niet helemaal, want we hebben een livestream en dat betekent dat kijkers thuis kunnen meekijken. Noël, die ook wel de voorvrouw van de protesten van de RIF wordt genoemd, hè, een van de prominente leiders is zoals zij wordt afgeschilderd in de media. En ik moet zeggen, ik moest voor dit gesprek ook heel eventjes mijn geheugen opfrissen. Want ik wist wel dat in 2017 was de voormalige leider van de RIF-protesten, Nasser Zafzafi, was opgepakt. En daarna hoorde ik haar naam voor het eerst. Maar wat er ondertussen precies is gebeurd, af en toe kwam het in het nieuws, de protesten, er waren mensen gearresteerd. Maar wat er in de tussentijd was gebeurd, wist ik eigenlijk ook nog niet zo goed. En ook niet hoe het kan dat zo'n jonge vrouw als Noël opeens een voorvrouw het gezicht wordt van een beweging. Hoe ziet zij dat zelf? Hoe kijkt ze naar de toekomst van haar land en naar de toekomst van deze protesten? Daar zullen we vanavond over in gesprek gaan. En het is niet voor het eerst dat iemand zoals Noël hier op het podium spreekt. Want de Bali heeft een lange traditie van het uitnodigen van mensenrechtenactivisten, schrijvers, columnisten, journalisten, kunstenaars, die elders of in hun thuisland niet kunnen spreken, maar hier wel. Zoals de Jezidische Parveen Alhinto, die hier eerder is geweest, de Turkse journalist Can Dündar en binnenkort ook de Oekraïense feminist Ina Shevchenko. Maar vanavond dus Noël en waar de Marokkaanse autoriteiten haar de mond proberen te snoeren, gaan we vanavond wel naar haar luisteren. We gaan zo eerst luisteren naar een inleiding van columnist en uitgesproken Berber-activist Aziz Aynan. Daarna zal ik in gesprek gaan met Noël en daarna is er ook nog ruimte voor jullie om vragen te stellen. En als jullie er dan nog niet genoeg van hebben, kunnen jullie ook nog naar de bar voor een drankje en dan kunnen we daarover verder praten. En er is zo vertaling tijdens het gesprek. Ik ben heel erg blij dat beëdigd tolk Jamila Lakia dat zal doen. Zij zal het gesprek vertalen. En haar woorden zijn niet haar mening. Zij doet dit vanuit haar beroep. Dus zij is verder niet bij dit onderwerp of de organisatie betrokken. Maar ik ben heel blij dat zij dat zo gaat doen. Wat is de situatie nu in Marokko en hoe gaat de strijd zich in de RIF verder vormgeven? We gaan het er straks over hebben, maar we gaan eerst luisteren naar een column van Aziz Aynan. Goedenavond allemaal. De telefoon is uit alsjeblieft. Ik dank de Bali hartelijk dat ik weer mag spreken in de Bali. Het stuk heeft de titel If You Want My Future, Forget My Past. Enkele weken geleden kwam ik een vriend tegen. Een kruk ondersteunde hem bij het lopen. Ik vroeg wat er was. Hij twijfelde kort, maar op die winderige middag vertelde hij op straat een vreselijk verhaal. Het was 1984 en in Marokko woedde de zoveelste opstand. De vriend was aanwezig bij een geheime studentenvergadering toen de militaire politie binnenviel. De studentengroep stoof uiteen. Die vriend, die vluchtte, verstopte zich en werd gevonden. De politiedienst sloeg hem tot moes en duwde hem van de eerste verdieping. Ze raapten het kapotte lijf van de straat en brachten hem naar een gevangenis, waar het martelen wekenlang verder ging. Zijn rug is toen gesloopt, maar hij zelf brak niet.
Op de stroom van doorzettingsvermogen en lust in het leven werd de pijn en de schade genegeerd. Nu had de tijd de pijn onbeheersbaar gemaakt en was zijn lichaam op. Diezelfde dag zag ik in de bioscoop Dark Waters. Een David tegen Goliath verhaal over een milieuadvocaat die het opneemt tegen een chemieconcern. In de sleutelscène van die film zegt milieuadvocaat Rob Billet tegen zijn vrouw: niemand beschermt ons. De advocaat, Billet, spreekt deze woorden omdat hij na jaren procederen inziet dat zijn strijd tegen het chemieconcern DuPont, dat kankerverwekkende chemicaliën in onze lichamen dumpt, bijna een onmogelijke opgave is. DuPont is een reus die met zijn miljarden dollars burgers, ambtenaren, onderzoekers en politici vetmest en in slaap houdt. Na de film dacht ik, wie beschermt de vriend met de kapotte rug? Welke advocaat, welke instantie, overheid geeft zijn toegebrachte leed een naam? Want nu was hij niet meer dan een gekromde man met een gebogen stok. Wie geeft al die slachtoffers van het Marokkaanse regime een plek in de geschiedenis? Erkent hun onrecht en berecht het systeem? Wie beschermt ons? Vroeg de advocaat zich dus af. Hij gaf zelf in de volgende zin het antwoord: alleen wij kunnen ons beschermen. Maar wie is dat ons? Dat ons ben jezelf en de mensen die je bekend en vertrouwd maakt en overtuigt van je zaak. Ik houd mij al geruime tijd bezig met de Rifijnse zaak en de staat Marokko. Ook een soort David en Goliath. En het valt op dat bijna alle publieke figuren in Nederland met een Marokkaans achtergrond de Marokkaanse staat het sympathiekst vinden. Ik vraag me vaak af hoe dat komt. En de conclusie is zoals DuPont. Namelijk, ze bezitten macht en geld. De dood en verderf wordt voor lief genomen. Het is daarom des te belangrijker dat we vandaag bij elkaar zijn in de Bali om naar het verhaal van de Hirak-activist Noel Benessa te luisteren. Maar met uw permissie, dames en heren, schijn ik een klein licht op de Moor, op de Berber, op de Amazigh in Nederland. Wie de Max Havelaar heeft gelezen, weet dat Mutatuli, een van de hoofdpersonages, het volgende laat zeggen. Ga eens naar de Schouwburg en luister naar de onzin die daar wordt verkocht. Natuurlijk is er niet alleen maar onzin in de Nederlandse theaters. Maar als je ziet wat er wordt geprogrammeerd en wordt bedacht voor de bevolkingsgroep waar ik volgens de lijstjes deel van uitmaak, is het veel ongemakkelijker en waarschijnlijk goed bedoelde nonsens. Zo worden er sinds jaar en dag initiatieven georganiseerd in Nederland schouwburgen en concertgebouwen die iets Marokkaans, iets Berbers suggereren. Maar in wezen wordt over de rug van het Berberse volksdeel de exotische jagers onder ons geplezierd. De horror van de 1001-nacht-orgie. Helaas zijn commissietafels die de subsidies verlenen niet bij machten de voorgestelde onzin door te prikken. Ook zijn er deze dagen, as we speak, festiviteiten in theaters, bibliotheken en cultuurcentra, omdat Marokko en Nederland in 1969 een wervingsakkoord voor arbeid tekenden. Een papieren waarheid die niets met de echte wereld van doen heeft. De meeste mensen zijn eerder uit Marokko vertrokken en niet alleen om in Europa te werken, maar omdat ze vluchten voor het fatale regime dat er nog altijd zit. Die onjuiste viering van 50 jaar migratie is een leugentje om bestwil. En die bestwil is weer reden voor een feestje. En een feestje is beter dan de ongemakkelijke waarheid, zoals u weet. Nog zo'n goed bedoelde viering om bestwil was in 2005. U weet het misschien nog wel. 400 jaar betrekkingen tussen Marokko en Nederland.
Maar Marokko bestond 400 jaar geleden helemaal niet. En Nederland was een confederatie van 8 onafhankelijke staten. Die goed bedoelde lari leidt tot ongekende cultuurrampen. Want die 400 jaar diplomatieke banden met een niet bestaand land en een herdenking voor een nooit functionerend wervingsakkoord met Marokko zijn erop gericht dat mensen als ik Marokkaan blijven. Maar ik ben geen Marokkaan. Er zijn wel geboren Marokkanen die door die feestjes en beleid om bestwil denken dat ze Marokkaan zijn. Het Marokkaanse regime maakt daar gretig gebruik van die kruiwagens. Je moet weten, beste mensen, Marokko is net als het Spice Girl nummer wannabe. If you want my future, forget my past. Maar ik wil het verleden kennen. Daar denkt Marokko anders over en iedereen die iets voorstelt in Europa mag op kosten van de Marokkaanse koning die kant op en wordt in het zonnetje gezet en in de watten gelegd. Marokko stuurt overigens op zijn beurt jaarlijks honderden influencers deze kant op in de vorm van imams, artiesten en politici om te Marokkaniseren. Hoe die cultuurramp eruit ziet zag ik laatst in een reportage op een Marokkaans YouTube-kanaal. Ieder jaar worden dus allerlei Marokkaans-Europese schrijvers, wetenschappers en andere hotemetoten voor een soort van kijk mij nou eens congres uitgenodigd. Afgezien dat het behoorlijk gênant en niet netjes is om met je carrière in een ontwikkelingsland te gaan pronken, is ieder jaar goed te zien dat de gasten totaal niet Marokkaans zijn. Maar door het Marokkaniseringsbeleid van hier en daar van weldenken. In de reportage zien we een Rifijnse Duitser die sociologie doseert aan een Duitse universiteit. In het televisieverslag wordt duidelijk hoe effectief de Marokkaanse propagandamachine is. Want de socioloog zegt precies wat zijn gastheer wil horen. Namelijk, je kunt maar beter Marokkaan blijven. Want in Europa zul je altijd gediscrimineerd worden vanwege je achtergrond. Het kwam er overigens op een zeldzame, gammele wijze uit. Ik zal even kort citeren. Ik heb niet gevraagd om het te streamen, om de beste man dat te besparen, maar hij zei ongeveer dit. Mannen. Duitsland wil mannen. Waarom mensen werken zwaar. Marokkanen, maar nu anders. Denken Duitsers, nu kranten praten. Goed. Ik vertel en laat u dit zien, omdat ik, zoals ik al eerder zei, u de stand van zaken wil tonen. En het enige wat ons hieruit kan helpen is kennis en nog eens kennis en die kennis voortdurend te delen. En dat informatie en die te delen van belang is, toonde het bezoek van Tweede Kamervoorzitter van de Socialistische Partij, Lilian Marijnissen, aan de RIF van een aantal weken geleden. Op haar Facebook waren honderden veelal negatieve, onnozele reacties. Een kleine bloemlezing. Beste Lilian, er is in ons land nog genoeg te doen. Er zit met 2 volwassen kinderen die geen kans maken op de woningmarkt. En als ik overlijd, worden ze op de straat gezet. Nog een reactie. Eerst Trump, nu dit weer. Wat is er met de SP aan de hand? Nog een reactie. Iemand die heeft een tip en die zegt: als je er toch bent, vraag meteen of ze even hun eigen mensen terug willen nemen die hier de boel leger over. En tot slot zegt iemand: oh ja, ook in Marokko, veel armoede gezien. Voor de rest een mooi land. Bon, ik wil maar zeggen dat alleen door kennis en ervaringen naar theaters als deze te halen, we geschiedenissen een naam en een plek kunnen geven. Zodat die ene vriend en al die andere mensen die door het Marokkaanse regime tot eeuwige pijn zijn geslagen, recht wordt gedaan. Want de advocaat in de film die zei het al. Want niemand beschermt ons, behalve onszelf. Dank jullie wel. Dank je wel, Aziz, voor je mooie column. Ik zou graag naar voren willen vragen Nawel Benaysa en de tolk Jamila Lakia, alsjeblieft, neem plaats.
En aangezien we vertaling hebben, zal het gesprek misschien iets trager gaan dan jullie gewend zijn. Dus wees vooral geduldig en gebruik de tijd om alles even te laten bezinken en het goed in u op te nemen. Welkom. Ik ben erg blij dat je er bent. Je hebt een turbulente periode achter de rug. Ik wil nog even iets toelichten naar het publiek toe. Voor degenen die alleen maar Nederlands spreken, zullen er niks van merken. Maar voor mensen die Marokkaans, Arabisch en Berber spreken. We hebben afgesproken, want we zouden in eerste instantie alleen in het Berbers gedaan worden. En later gaf Nawal aan, sommige begrippen kan ik het niet in het Berbers, dus wil ik het in het Marokkaans Arabisch zeggen, Derije zoals wij dat noemen. Ik heb aangegeven dat ze gewoon moet vertellen voor haar wat het voor haar makkelijker is. En als we steeds moeten switchen, dan is het prima. Voor degenen die geen Nederlands spreken. Dat is een beetje kort samenvatting voor degene. Dank voor de uitleg. Okay. Ik zei, je hebt een turbulente periode achter de rug. Je hebt natuurlijk asiel aangevraagd en je bent gevlucht uit Marokko met jouw zoon. En de rest van jouw kinderen en je man zijn daar achtergebleven. على حسب المدة 25 مدة شوية قد قصحت وغادي نتصل تما التقرود بالنسبة من يستعدود ورخوته تكسيد وشينا من حق اللجوء ذنيتا توسيد ذنيتا ثأر ذك ميما مزيان ولكن تجيذ ثأرون من غنين وباريز المقين عديني ذي المغرب بس ما هبكت وشوف يرشوك Ja? Hoe gaat het met je en hoe voel je je in Nederland op dit moment? Dat is waar ik heel erg benieuwd naar ben, na zo'n turbulente periode waarvan alles aan de hand is geweest. Azul khakom maraykom. Thanks Dibali, thanks for your comment. قبل ما ديني شي حاجة تقدم تحايا ييثما يجن ذير حبوسات عاد تعانن أق النظام إغان النظام الظالم أقث إيجي جانجي أقث ذي الإضراب 18 يوم زقوامي أمو خينا ومثن غراشيد أقان غذان شنين تتن 32 محرومين زي كل الحوايج جان حقوق محرومين زيسن لذلك تقدم غسن أولا وقبل كل شيء مذين أي حاجة تحايا الصمود والفخر نتفتخر زيسن ونتمنى ياسن ونطالب ونصير على الحرية نسن أوكي سمحي بطبيعة الحال نش تحاول أتوصل الفكرة من تنا سوري in het Nederlands terug in het Nederlands ik ga het proberen natuurlijk niet alles zo letterlijk mogelijk over te brengen maar de essentie van wat Noël zegt allereerst brengt zij bevrijde begroeting naar de broeders die momenteel vastzitten vanwege hun strijd. En ze lijden onder het regime, de onderdrukking van het regime op dit moment. Zoals Rashid eerder in zijn zang heeft aangegeven en gezongen. Ze zitten 18 dagen in hongerstaking. Wij leven, we eten, we genieten. En zij helaas niet. Dus ik begroet ze met een trotse begroeting en ik ben trots op ze. Dat probeer ik. يا انا ندير غير السؤال اذا ختوشه زراء بالنسبه للجوء نهار 7 فبراير نتخافي بان قنش غير اللجوء امخني قبر وفي غير الفحر وفي لان ديج الحاج المليح زيج الجانب بان قاي مطمئنه هولندا ذي توفى الحمايه لان يروجي شي محميه زيج الجانب جيغ العائلين جيغ صواينو جيغ الانتمائينو يوذن ذكرياتينو كلشي جيختن يعني ذنين الجوانب جل الجانب المليح جل الجانب مؤلم
Even terug te gaan, terug te komen op de vraag wat er net is gesteld. Ik heb op 7 februari heb ik mijn asielverblijf gekregen. Het heeft, ja, ik heb daarbij een dubbel gevoel. Bij de ene kant ben ik blij dat ik asiel heb gekregen, zodat ik hier kan verblijven in veiligheid en in een land die mij veiligheid kan bieden. Maar aan de andere kant, ik heb mijn familie achtergelaten, ik heb mijn kinderen achtergelaten. Ik heb ook mijn herinneringen in mijn land waar ik ben opgegroeid ook achtergelaten. Dus aan de ene kant veel blijdschap, maar aan de andere kant verdriet. En ik vraag me af, heb je dagelijks contact met je familie, met vrienden daar? Ja, zeker dagelijks. Ja. En hoe ziet je leven er hier nu uit? Waar ben je mee bezig? Zucht. الحياتي حاليا تقصح حيث تقصح باش تعيش الدجن الملجأ تعيش صراحة وزغشي هذا الصمزيغ زي المجهودات يتق المنظمة تجد انت متكلفة اللاجئين ولكن حقا دي نجل المعاناة تمغى بالنسبة يجل الإنسان يلغس يجل حياة خاصة غص حياة عامة هذا يعيش جي جن سنتخ جل الملجأ ذيس مختلف الثقافات ذي وذان يمكن أصلا وش مقبرن شي قانم من تقيد شمي رغم الحياة رغم ثين تقيد يعني وغصن شي جل المستوى أمي الإنسان الذي حارب من أجل حرية الجميع من أجل كرامة الجميع مثلا قانا مش متعزيز لحياتين باش تيري الدانيتين تيري دي ذين بزاف المشاكل تعيش خطن أتي نشد أوكي Even kijken. Noël zegt, het is heel erg moeilijk op dit moment. Het is heel moeilijk om in een AZC, om een asielcentrum te leven. Eerlijk gezegd, ik wil niet hoe heet dat, de moeite wat de organisaties voor mij hebben gedaan en met mij doen en de hulp wat ze mij hebben aanbieden, dat te bagatelliseren of te laten overkomen als dat niet veel is. Het is... voor mij is het heel erg moeilijk, persoonlijk, om in een asielcentrum te leven. Daar leven sowieso, je hebt daar verschillende culturen, verschillende mentaliteiten. Sommigen begrijpen niet waarom ik dit allemaal heb gedaan. En zeggen ze, waarom heb je je vrije leven hiervoor opgegeven? Ze begrijpen niet dat je moet vechten voor je rechten en voor het recht, voor, algemene rechten van het bestaan van de mens. En dat kunnen ze niet bevatten. En Noël herhaalde dat in het einde weer. ويقصح زي الجانب الشخصي مثلا نشر اصلا شي غنغ دياري في بالنسبه لي ثمغات يعني مستحيل تشيخ اقوى غاز تيري اغاز نوار نقرا شنو كي تشيخ طواليت دوتشان حاليا شارك طواليت دوتشا مثلا دين العائله ذيس بزاف لي مومب ذيس بزاف الافراد ديني العائله صنظن يعني مثلا تشارك ذاك 17 الاشخاص تشارك ذاك كي طواليت تشارك ذاك كي دوتشا تشارك تشارك قطا زي 50 يو ذا تشارك كيتسن كوزينا من يقصح شويتي ولكن رغما عني اثقبرغ لانه غيبوشين الحل نظن ومن يكونش يتحمل غير المسؤوليه يوقي تحكم من ديال المغرب لان شي غير الحياتين وغير تدثين وغير الاصدقاء وغير المحيطين وغير الخصوصياتين ولكن مضطر يعيش غير من يتادي الثمن نجن حاجه تكيخت من اجل الانسانيه وتقول شي voor mij is dat heel erg moeilijk, persoonlijk. Sowieso in RIF is het zo voor een vrouw heel erg, nou, bijna onmogelijk om zich te mengen in de mannelijke wereld. Om daar buiten de deur in de mannenwereld te gaan zitten of daarin te mengen. Laten staan een toilet en een douche te gaan delen. Waar ik op dit moment zit, daar zitten heel veel gezinnen met verschillende
gezinsleden. Soms moet ik een douche en toilet met 7 personen delen. Keuken, soms moet ik dat met 50 personen delen. De zondags moet ik het accepteren. Want ik stel eigenlijk de Marokkaanse autoriteit verantwoordelijk hiervoor. Ik heb alles opgegeven. Ik heb mijn vrijheid opgegeven. Ik heb mijn leven daar in Marokko opgegeven. Ik heb mijn familie en mijn gezin achtergelaten om hier in veiligheid te kunnen leven. Ja, je hebt... طبعاً ماني يجيبو دي جنط صغير الدور مثلاً يتقال كوا يجي جمس أولا خانغ العكس نثين تحول نظن غوفان كل شيء من يعني من غي أنيرين شنين دي جنا راحت ولكن المشكلة هو أنه عدد طالبين اللجوء دي هولندا بزاف لذلك قانغ نقوى. Kijk, het is, zij doen hun best om ons alles beschikbaar te stellen of ons te geven wat we nodig hebben. Maar aan de andere kant is het heel erg lastig omdat er heel veel asielzoekers in Nederland zijn of die asielvragen hier in Nederland zijn. Dus dan wordt het gewoon heel erg lastig voor deze organisatie die ons probeert te helpen. En je zegt dat mensen jou ook vragen van waarom ben je hiermee begonnen? Waarom heb je hier zoveel voor opgegeven? Kun je ons even meenemen naar 2016, het begin van de protesten? En vooral hoe jij daar nou in bent beland? Wat deed jij toen in 2016? تقساشم تقارم زعما شمس فن متقاب تسمى على حسب يوداني دوغ تقسان تما مي تسمى تسمح دي كلشي تسمح دي الحريه تسمح دي الحياه تسمح دي العائله نم ذا الاسره نم قرسيد دانيتا ار انا غا سنه 2016 ارمي بدا مناي تسمى المنايا ما مش رمي تسمى دخلت دي مناي ما مش رمي ضد دي الوضعيه اللي نغصا صديق في النمدي الوضعية يعني ما تقاش ماشي بدا ربي اول شيء وجي شي سمحق وانما اضطر غد سمحق رغم عن انفي سمحق ات از نيت سو دات اك فري بلايفند heb alles achtergelaten. Ik moest wel. Ik had geen nood gedwongen, moest ik dat achterlaten. Ja. En Shinin Giarif, Ntana, Jean Zolmi, Mrama, Shi, Hter, Venus, Tashwa, Inna, Matarichien, Zi, Ahd, Mayusam, Bil, Istiklel, Shinin Ntana, Lianna, Jean Zolmi, Jean Siasa, Haki, Dachan, Giarif, Minchilal, Minzrignish, Zi, Lmohitin, الجرائم يقع قياري في 58 في السبعينات في الثمانينات تسيد 2011 تسيد من بعد وقع عندهم جرائم في حق أفراد مخ كريم البطل يجي الإنسان يجي انغانث من أجل يالله يارخ لبوليس يارخ أسن الناس مهم يجي اللفظ ميا انغانث من بعد يسد حراك الريف ومستشهد الشهيد محسن فكري يجي عاود يجن جريمة في حق الإنسانية منيا يقاغينش يجن الغيرة خصوة ناريف خيسس ناريف يجي الغيرة خريف جميعا أنفق أنيني يكفى زد Goed. Ik wil even aangeven dat wat er in Rif gebeurt, dat is niet sinds pas de laatste jaren. Het is niet sinds 2016 begonnen. De problemen in Rif gebied bestaan al sinds geschiedenis ons kent. En het ook met name in de laatste jaren, bijvoorbeeld in jaren 1958, 70, 80, 2011. De criminele behandelingen die richting het bestaansrecht van Karim, hoe noem je dat? Sorry, ik moet heel snel even zoetjes dus af en toe. Ik ben ook een beetje zenuwachtig. Geef niet, neem rustig de tijd. Het overlijden van Karim die vermoord is en ook
Alleen omdat, vanwege het feit dat hij heeft gereageerd, iets heeft gezegd tegen de politie, werd hij vermoord. Ook alle criminele verrichtingen wat richting Mohsin Fikri is gedaan. Toen is er geraakbeweging ontstaan. En ik krijg een soort van jaloezie. Ik wil jaloezie. En ook het onrecht wat ons kinderen, ons jeugdigen aangedaan wordt. En toen dacht ik, ik kan niet meer zwijgen. Ik kan niet meer stil toekijken. En even voor de duidelijkheid, Mohsin is de visboer, toch? Die in 2016 door de politie is vermoord en daarna begonnen toen de protesten. En ze geeft aan eigenlijk... Ja, ze misschien wel met ben ik. Ja, بزاف الاحداث بزاف الجرائم اللي وقعت كاريف بزاف التهميش بزاف الظلم بزاف كانه تنتمشي شنين غث مصايم قام المغرب كان ديجن الشريحه محقود عليها ديجن الشريحه مغضوب عليها وغنغوالو بالنسبه ينش كنوال غيجن اثينيغ يعني وغايب المشكل اثينيغ يجن نقص دائم تحسي غزيكس لانني وضغشي هذا كمرغ اضغاغ ديال الجامعات تنديجن حاج دائما طرفقاي تحسي غزايس كنقص لان غايجن رغبه في مغاد كمرغ نشتي غرينو ولكن وغنغبو الجامعه وبالنسبه ليا ريف نشني درعيف صامغه تطفغ غادي يجن المجتمع محافظ جدا درعيف صحا موش تطفغ طاحت تكمر ديجن المدينه نظن تصدغ وحدس غسيري الحياه تنس وحدس من غير الوالدين الناس وكمرغشي ثقيم داكي مخقا تفقيح تكور لذلك يعني إجن مجموعة عن الأسباب تورث الشباب إثمام بابام جيراني نم وخد من شيء قطن إجن حل شدو خطي دي صفي وخد من شيء توري دي ودن تمتن السرطان ودن شيء سبيطة مني دي جن شلط فغ إجن الغيرة إجن خارف يكمر أوكي Nee. We wachten in spanning af. Ja, ik ga het proberen. Ja. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk mee te schrijven. De manier hoe wij behandeld worden, met name in de Rif-gebieden. Wij worden achtervolgd, we worden onderdrukt. Er wordt op een criminele wijze tegen ons opgetreden. Voor mij als Noël wil ik toch even vertellen, vanuit ik als persoon, dat ik altijd dat gemis had dat ik niet kon gaan studeren studeren in een universiteit. Behalve dat het daarvoor voor mij geen mogelijkheid was, is het zo dat volgens de normen en waarden, of in de Rif-cultuur, het is not done, om het zo maar te zeggen, voor een vrouw om naar een andere stad of naar een ander deel van het land om te gaan studeren. Dat je dus niet, je hoort in principe gewoon thuis bij je familie te blijven en je gaat niet alleen zelfstandig en alleen wonen of ergens anders gaan studeren. En dat is iets wat bij mij altijd is gebleven, dat gemis dat ik dat nooit heb kunnen doen. Daarnaast zag ik ook mijn buurjongens, de jeugd die gemarteld wordt, die niet de mogelijkheid en de kansen kreeg om ook gewoon een normaal bestaan te kunnen hebben, om gewoon te kunnen werken of in ieder geval dat mensen simpel, bijvoorbeeld dat mensen gewoon dood kunnen gaan aan kanker en dat er geen faciliteiten voor zijn, zoals een ziekenhuis, iets als een ziekenhuis is er niet beschikbaar. Even kijken. Volgens mij, dan zei ik het gemist, maar volgens mij heb ik het zover. Ja? En ik wil zo even nog dieper ingaan op wat dan die ongelijke behandeling is. En hoe dat zit, wat dan het verschil is in behandeling tussen het Rif-gebied en andere gebieden. Maar nog heel even terug naar hoe Noël in de beweging is gerold. En vooral hoe ik haar net en ook de media haar eigenlijk als leider symboliseren, profileren. Ziet ze dat zelf ook zo? Zie je jezelf ook als leider van die beweging?
van de Hirak. Français? بعد عن نوضع النقطة بس ما زين سر الفرق إيجان ما بين وينث تما خاصة دي الريف الفرق ما بين الحقوق المرأة ذو أرياز تمغاف الفرق جارسن نمدخ سنة عقب غا نقطة وهو السؤال ما مش رمي تما تنتمث كا غا ثيراد إيجان الدور دي تسمى دي الحركه العراق اللي تاسن وش ما مش رميتي ضد ثراد الدور دي الحراك يا ميرتو غام الوجه تسمى كوجه المراه دي دور الثراد دي حركه حراك بالنسبة لي أول حاجة زغتنا هو أنه نشغي أي انتماء سياسي عمص اهتم بالسياسة ولكن دائما أعاني الظلم من الدولة قيارف دائما أعاني ونشدج النموذج بزاف نطمغارين بزاف نتحنجيرين ديارف نشدج المرأة ديج المرأة عادية تفق تزر وسط الكوزينة دائما قخ ثوارة وتقخاس يعني تأكد خاس بشي وذانا السنن بأن قان شنين نفقد أنطالب سي الحقوق أنه شنين نفقد أنطالب سي حاجة طمقران شارك غزي أول نهار ولكن يرو غاشي الجرأة ضدها غامية غاي يجن حساب فيسبوك وجيشي الاسمين وجيشي الصورين لأن غان غذر عيف يعني بين قوسين ثمغة تفقد السيورقي يعرف ولكن من بعد أزرق في حنجارين من ضمنهم تشجعات وشيء جن باور بوزيتيف جن باور بوزيتيف سخوت جيت مع الناس اس ما زغت السينا ايناس وهي جن سيده قنص كريمه ام حاور ثاني شيء جن لا بوشينش لان انتصرت هذا قناصر تظهر جن الجورنال ذا اسبانيو تو شيء ينش باش اظهر رنش تو شيء الجراه وفغد رنش فغد شويت شويت ننظم المسيرة 8 مارس مسيرة المرأة لأول مرة قاري في طمغة التاريفية من كل الشرائح من كل الفئات فغد أتينيا وارينس من بعد يعني عادي من بعد وما يتوطف ناصر الزفزافي مجموعة النشطاء وفي غفينون شغي يعني أخلاقيا إجل المسؤولية يخص الحراك ويتبدي شيء أوكي استوى راك استوى أوكي allereerst wil ik even aangeven dat ik absoluut helemaal nooit bemoeienis had met politieke onderwerpen of politiek in het algemeen. Ik had daar niks mee en ik was nooit daarbij betrokken. Alleen ik voelde wel de onrecht die wij ervaarden vanuit de overheid en vanuit de autoriteiten in Marokko. En ik heb dus zelf nooit ook qua social media nooit iets zelf gehad, zoals Facebook en dat soort dingen. Sowieso was zoiets niet toegankelijk in die zin dat een vrouw hoort niet zichzelf kenbaar te maken of zichzelf te poseren of een foto te plaatsen van zichzelf in social media zoals Facebook en zo. Dat was iets wat niet acceptabel door de RIF-culturen. Even kijken. Op een gegeven moment kwam ik in aanraking met ene Karima Amhawar. Dat is een meid die mij, zoals zij dat zelf noemt, een power positief mij gaf om mij hoe heet dat buiten op te treden en ook een stem te hebben en mij mee te gaan strijden voor rechten, vooral voor rechten van de vrouwen. En even kijken.
Er was ook, ik zal even af met het journal Spanjol. Ze had foto in het journal. En ik zag haar foto in een Spaanse krant. Wat mij eigenlijk ook een motivatie gaf. En ik durfde ook voor de eerste keer om als Marokkaanse vrouw, Rifijnse vrouw, om iets naar voren te brengen en iets te kunnen zeggen. Ondanks dat er waren ook verschillende, vanuit verschillende hoeken kwamen ook steeds vrouwelijke stemmen, waardoor echt de power, meer power kreeg om naar buiten te treden. En op een gegeven moment werd Zeffi aangehouden. En ik wilde absoluut niet... De voormalige leider van de beweging. Ja. En ik wilde absoluut niet dat de Herak-beweging stopt. Ja, ik zeg je niet hoe je hier in Oenisch... نغاس من يخصو يتبدي شي من يخصو ذي راح تصلغس المجموعة النشطاء نتمكن أنق المظاهرات آلاف يوذان من ضمنهم عائلات يوذان توعتقلا من ضمنهم يوذان فغن ديرو كيد نغجين شين شين نقل حراك قبر ولكن ومزرين الوحشيا المخزن ومي يهجم ناصر الزفزافي المجموعة النشطاء يختطفي ثن زي ذو ذرين سن يزاقصن ذي وراء ذين ذي مغارين إلى يومنا هذا إرخنت سون خريع يوذان زرين منيني انضم من ضغانو نقا تظاهرات الالاف يوذان يعني اقا مختمسة تومي نشقي ذي الوجهة لان ذي رختني ثواد الصحافة الدولية غاريف ومزرين الوحشية مزي قمعن التظاهرات السلمية قيارف. Op dat moment voelde ik dat ik de verantwoordelijkheid moet dragen voor de Herak-beweging, dat dat niet mag stoppen. Uiteindelijk voegden zich heel veel demonstranten, duizenden leden voegden zich aan onze beweging. Mensen die daarvoor nooit zich nergens mee hebben bemoeid, maar ze zagen de onrecht wat ons aangedaan werd. Ze konden dat niet blijven toekijken en niks doen. En op een gegeven moment langzamerhand voegden steeds duizenden en duizenden leden zich bij ons ook. Ze zagen ook zelf hoe mensen uit hun huizen werden ontvoerd en gemarteld. Er zijn heel veel vrouwen die nog steeds van het gebeuren dat het de inval wat bij in hun huizen is gedaan, daar hebben de vrouwen nog steeds last van, omdat ze daardoor heel erg zijn geschrokken. Ook de internationale media heeft heeft ons gezocht en even kijken hoor, heb ik het allemaal. En om ons ook om ons kenbaar te maken, om naar ons buiten verhaal te treden. Buiten te treden. Ja. En zij zegt zelf, aan het begin zag zij iemand anders, een vrouw met goede energie als voorbeeld. Ik kan me voorstellen dat heel veel vrouwen, jongeren haar nu als voorbeeld zien. Want ze wist eerst niks, zei ze, van Facebook. Volgens mij heeft ze nu 80.000 volgers op Facebook. Ik wil heel veel naar dat onrecht, wat heet het terugkomt, hè? Dat onrecht in het gebied. Kun je uitleggen, wat is dat onrecht? Kun je dat aan ons vertellen? Dus wat speelt er zich af in dat gebied? Wat is de kern van het probleem? Waar zit dat onrecht in? بالنسبة شم زريد ثم غافل نيت ما مش على حسب مثل نيت شو ورا ميدا مثل وشة مع أور بوزيتيف نيت ما مدا وشة جمل عزيمة باش تفقد السيورة تفقد الحق نم أكيد جن الحنجيرين التصر خوي خزان غار نفس النظرية ما مش تقعدش متخزات اللي تحجاتني وتوغا نيدر باللي توغا وغاملة فيسبوك ولا راضي جن حاج سن تسمى ذي منايا حاليا أكتا 80,000 شخص يتبعي شم دي تسمى دي فيسبوك نم رخوخ سادت السور على حسب الظلم اللي تسورد تما القمح اللي الظلم اللي تما زي تحسيت ارميث بغض تما ثقيل من منيث بغض ديال الحدايا. Even dat laatste stukje van het verhaal. De kern van het probleem is in dat RIF-gebied. Stel je vergelijkt het met een ander gebied in Marokko. Ja. Waarom wordt dat gebied
genegeerd. Wat is er aan de hand? Men farqi jan di منطقه الريف من توقع انت مدينه من الفرق الخزات شم بني تمامي جدي الريف ويجي شام مثلا دي المدن انغنيني جدي المغرب من الفرق الجذين Bijvoorbeeld, waar merk je het aan? Het is een verschil van hemel en aarde. Wat ik ook zal zeggen, ik kan het niet uiten. Wat ze ons hebben aangedaan zijn eigenlijk een soort criminele activiteiten in de geschiedenis. En heel erg vanuit haar persoonlijke leven misschien, dus in het dagelijks leven. Op wat voor manier werd zij achtergesteld in vergelijking met iemand die in een hele andere stad woonde? Mungkin het ooit al hala hasab met gezat shem el farq dil hayatna mish khassiya yagish tan ni rijen yt3ish ndir mijn tan dir tan ghna on general shnin el mushkil li ghan ghdi yarif huwa annahu el mushkil li ghanini el mihwar هو سياسة التهجير الدولة تعتمد سياسة التهجير قيارف غنغ المشكل الهجرة هذا السقسان هذا ينين مغا الهجرة يعني أوتوماتيك مو الإنسان يقرأك أوكي شو مغام الهجرة قيارف مغام الهجرة قيارف غير الهجرة قيارف لأنه غايشي البنية التحتية قيارف لأنه غايشي الموارد المصانع يوذان باش تخدمن باش غسنيري إجل المورد اقتصادي دائم غير الهجرة لأن هركي غزو غد الدوي غفينو وغايماني غا راح يخص ضروري نشط فوق شحال من كيلومتر ضحغ الدوي وجل المسألة يتجعيب وعار ومجرد نشيل المصطلح تزعيب وعار تري استعمل خذ الدولة المغربية أتري إجل المنطقة نارف يجي جاء معروفة سجن نسبة مغاص مرضى السرطان وسنت بقيشي يجن سبيطا أذ عالج ندي السرطان يخص ضروري مريض السرطان أذي راح طار بطني غفاسني غسماني بشا ذيك الشيميوني غذيك الله يزارني غذيك المهم العلاج جنس وانت دي جن مع أن الدولة المغربية شريكة في الجريمة إسبانيا فرنسا وميوثين آريف لغاز توكسيكس الغازات السامة يجي جات تأثير نسن إلى يومنا هذا قيارف أقان غنتعانى لأن أنت تزيد التربة زي التربة يعني الكيماوي نيميزيوثين على قد التربة ذي الهواء ذي ناس ومع ذلك وغنغشي المستشفى يدوى السرطان Ik zal proberen even in het algemeen, simpele dingen in het algemeen, wat er eigenlijk zou moeten zijn. Er wordt steeds aan mij gevraagd, wat is de asielrelaas waarvoor je dan het gebied wil verlaten? Wat is de reden waarom je dan dat moet verlaten? In eerste instantie wil ik het hebben over gebrek aan bijvoorbeeld de industrie. Er zijn geen bedrijf, waar die dus voor werkgelegenheid zou kunnen zorgen. Sociale voorzieningen, simpele sociale voorzieningen zoals medische zorg, medische hulp. Als je ziek bent, dan moet je kilometers gaan afleggen om medische zorg te krijgen. Het is echt beschamend gewoon voor een land. Als je vooral in een gebied als Rifgebied, waar kankerziekte zo hoog is qua percentage, met name in Rifgebied. Als je kanker hebt en je wil behandeld worden, dan moet je of naar Rabat of naar Fes helemaal gaan reizen om daar bijvoorbeeld chemotherapie of bestraling te kunnen krijgen. Ik beschuldig ook met name de Frankrijk, Spanje en Marokko, want ze hebben samen hiervoor gezorgd dat destijds toen die voormalige Spaanse kolonie. Juist, koloniale heerser. In die tijd waar mensen nog steeds daar last van hebben en heel veel mensen daardoor ernstig ziek daardoor zijn geworden.
En dankjewel. Haal jij even adem, dan stel ik mijn volgende vraag. Ik vraag me af waarom, dat is misschien heel naïef, maar waarom negeren de Marokkaanse autoriteiten dat gebied? Dus je zou ook kunnen denken, voor hun is het toch alleen maar beter als daar wel meer werkgelegenheid is, goede gezondheidszorg, dat er niet zoveel kankerpatiënten zijn of dat die in ieder geval beter kunnen worden geholpen. Waar zijn de Marokkaanse autoriteiten bang voor? نعم السلطات المغربيه ما ميزي ميزي تقول ما مي زعما هو زعما ما مي وتخصن اخزان ديال المشكله يعني هذاش نوفان العمل هذا بني باش هذاش نوفان العلاج هذاش نوفان تما السبيطارات المستشفيات ماني يودان الطحن تلقى العلاج ماني ميم ما السبب انت السلطات المغربيه وتخصها هذاش نتوفر منايا ما السبب لأننا ببساطة ظريفين إجن الشريحة مغضوب عليها بالنسبة نش تورغ بأن المغرب غاص إجن يعني الملوك للمغرب فشلن باش دفن الحل المنطقة نعرف لأن أمخ تورغ نش السين يمكن لحد نظن ديزا ولكن أمخ تورغ نش تورغ نشنين بأنه مغضوب علينا نش تورغ بأن نشنين المطالب رغان غياري فهي عبارة عن حقوق يسهر ضح لنا ذق القشي وتجي الناس نقم نهارا نقم في وشا انو اذقن المهم اذقن نشين لا اذقن والو لان نشنين ببساطه ذريفيا مغضوب عليهم لان نشنين دائما نزو وتجينا الزواغر ونشنين شنين تجي نجوع غرم لا شنين نزو الكرامه نزو الحريه نزو نعبى بان قن شنين يخصها غنيري لان يعني المغرب أمخت واري غنشد من داي عاود بابا من نعيش من الحكاية تنسج يعني إيش سقا لا شو نزو شي نشان سقا وتجيشي الحيوانات نشنين نزو أنيري أنعبا ولكن للأسف قان يعني النموذج اللي جان وخايج النموذج نشقي هاجر دجي قصواينو جي الوالدينينو النموذج نضن المعتقلين يجي جان غير حبوسات تأدن الثمن لأن لا يكفز الظلم يكفز التهميش النموذج نضن هو أنه غانغي جن الهجرة سجن الشكل رهيب حاليا الشباب يتهاجر غا أوروبا نغال مدن نضن قيارف قي المغرب عفوا أوكي يا أوروبا Gewoon simpel vanwege het feit dat wij Rifijn zijn en wij gewoon onderdrukt worden en niet met een ware blik nagekeken wordt. Marokko is niet geslaagd om gewoon deze simpele rechten te bieden of te geven. Wij vragen gewoon de sociale voorzieningen, recht voor medische zorg, recht om een inkomen te hebben, dus kunnen werken. Zoals we, ieder mens die een bestaansrecht heeft. En wij vragen ze ook niet om dat vandaag te doen, niet zozeer dat ze dat vandaag moeten gaan bouwen. We zeggen, begin er maar alvast mee. En we eisen niet dat dat zo snel mogelijk moet gebeuren, maar dat er in ieder geval daarmee gestart moet worden. Wat ik even kijken. Wat ik zelf steeds ook van mijn vader heb gehoord, de verhalen die ik heb gehoord en die ik zie, maar ook wat ik van mijn vader heb gehoord, is dat het dat is iets wat altijd in de lange geschiedenis van Rif altijd is geweest. Je hebt geen recht om iets te uiten of te zeggen. Je moet, je moet eten en zwijgen. Meer recht heb je niet. Wij vragen niet om brood om te eten. We vragen gewoon ons wat wij als mensen gewoon om ons in ons bestaan te kunnen voorzien. Waar ieder mens recht op heeft. Ik ben gevlucht en ik heb mijn familie achtergelaten, mijn gezin achtergelaten, omdat ik, dat is de prijs die ik heb moeten betalen, omdat ik heb aangegeven wat ik voor rechten wil. Ik zie dagelijks dat heel veel jeugdigen die hun land verlaten, noodgedwongen verlaten en vluchten naar Europa, omdat zij gewoon iets hebben gezegd
zegt wat volgens de autoriteiten verboden is of niet mogen zeggen. En dat is de prijs die zij ook daarvoor moeten betalen. En ze noemt net zelf die rol van de geschiedenis. En ook toen ik vroeg van nou, hoe is het begonnen in 2016, zei ze meteen van nou, het is eigenlijk al een eeuw eerder begonnen. Hè? Volgens mij rond 1912. Toen waren er al opstanden waar volgens mij haar opa ook nog mee heeft gevochten. Waarom denkt ze dat deze geschiedenis van de Rifijnen zo onbekend is in het buitenland en ook in Nederland? Waar denkt ze dat aan ligt? Dat wij daar eigenlijk helemaal niet zoveel over weten? Heeft dat ook met die onderdrukking te maken? Om alvast even een voorzetje te geven. Het is maar een beetje een من السبب أن التاريخ غيريفيا بصفة عامة مجهول خاصا وخاصا السين وراديش نحاشت من السبب أنني نشتمد خارج المغرب وخاصا السين ما غنبوطش المعلومات خاصا مجهولين يعني بالنسبة لنا. السبب بسيط هو أن غنغيجن التاريخ مشرف جدا غنغيجن يجن الشجاعة يجن العزة التاريخ أن غنشنين جيلة سنشي الدولة المغربية تيري ديجن نموذج ديجن القدوة يوذن يحاموشن يجن دي المغرب التاريخ أن قانطي وذا نبارات يعني غاسي جن إتيش يجن أسعود عاودي باور بوزيتيفني لأنه التوفيق شي سمازيخت تفد تشيكيفارا يرح غمولي محمد غالجد النغي كان جمهورية الريف أدير من الزاقس موت سيسينغ لم يمشو زراحة أدير من الزاقس ولكن المغرب مختواري قاع غسج الخوف دائم الزاقنغ نشنين لأن التاريخ النغي يجن التاريخ مشرف يجن التاريخ يزو الحرية يجن التاريخ يزو الكرامة دواد السبب يتواري غنش الدولة المغربية تتجاهل ودائما تزو طنغ التاريخ النغشنين التاريخ نعرف التاريخ الجدود النغيقي بالدن الاستعمار جنان لا ونزبو الاستعمار جنان نشنين نزو الحرية ثمانية تواري غنشدو هذا السبب الرئيسي لأن دائما غسج الخوف زغن غيرفيين مرمونن اوكي Het is eigenlijk een hele simpele reden. Onze geschiedenis kent trots, eer, lef. Onze geschiedenis staat symbool voor heel veel mensen. Voor ons, voor de jeugd en voor onze kinderen. Vooral onze geschiedenis wordt heel vaak buiten Marokko veel genoemd. Bijvoorbeeld Tchikibara en Marxisme zijn ook naar Rif gekomen om van hun heel veel te leren. Sorry? Abdelkarim. Dank je wel voor de toevoeging. Ja, zie je hoe lastig dat wordt? Je bedoelt Abdelkrim Al-Ghatabi, dus die in 1912 de opstanden leidde. 1921 de opstanden. Die kwamen dus naar Abdelkarim Al-Ghatabi in 1912 om ook van hem te leren. Marokko is eigenlijk altijd bang geweest voor Rifijnen, met name voor de geschiedenis van de Rifijnen. Mm-hmm. Marokko wil eigenlijk de geschiedenis van de Rifijnen vermoorden, onderdrukken, wegcijferen. Wij willen niks anders dan gewoon vrijheid. En meestal is Marokko is de angst van Marokko wordt groter wanneer de Rifijnen wel zich samenvoegen en een eenheid vormen. En dat samenvoegen, nou, dat hebben jullie gedaan met duizenden mensen die protesteren. En jij vertelde al aan het begin iets over jouw rol als vrouw daarin. Is er daar ook veel kritiek op geweest?
dat jij je als vrouw zo voorop stelde en ja, voorop stond in die Hirak-beweging. Mevrouw Schmidt, toch die niet tussen het damont, tussen nu dan die jemaan, de scherken die de harke scherken die nidal, alle olufati taawan die jemaan die scherken die manier. Maar toch die niet zijn talig kham, schimke imraa, jani fagd gabaras, siurat, zoyot, het gid nidal, neemt je met scherken. Eerlijk zeggen. Ja. Namen je bij zes, zeggen we bijzarra. Ja, للأسف ja, 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 ja. Allah tof. Helaas wel, ja. للأسف للأسف يعني الزوغ غادي نغي جواوار تمني غادي يعوض المحور الأساسي لكل تغيير في العالم هو المرأة. Ik wil iets zeggen en ik hoop dat dat goed overgebracht wordt en goed aankomt. De kern van el mihwar el asasi el asasi lit taghyir fi kulli el alam huwa el mar'a. De kern voor het veranderen in de wereld ligt bij de vrouw. لأوروبا الدول المتقدمة الدول الديمقراطية تشجع صمغات بشغة تينية وارينس بشترق المقدمة بشغة أي حاجة نشنين قي جنقي تدت نشنين قي تربان نشنين المعلمات نشنين وزوغ شديني الأساس وإنما مكمل للرجل لأوروبا انتف بأن تشجع المرأة بشغة تينية وارينس للأسف نشعانيغ بزاف زي وميد فغز الحراك عانيغ خصاغ ماشي عانيغ وها وإنما خصاغ الطاس الزوغة ديني غطاس حتى ذي كمرنها التيمسرايين ولكن مع ذلك تقد ضغ يعني الظروف لاننا اقيج المجتمع ذكوري عانيغ بزاف خاصه ومدضهاغ من بعد ناصر يعني قود المسيرات عانيغ بزاف وثين ذي الشرفينو وثين ذي يعني مسن العائلينو اذا انت في التنيت النطيره كان اكيدم اقتنا كيدم ديال المظاهره اقتنا كيدم تاياد تأيد نشم تفتن نهارا تنقرب نخام تنقاش نشم وتقيد شي الحجاب تنقاش نشم ذي الشعار تنقاش نشم ذي الجسمين ذي تقيد الصوى يعني عادي خصان غشنين باش نعوض ولكن نشمنا يني وذي يستفشر شي وذي يستفشر شي نتمنى غادي يجني ناس غادا سجن التغيير وأشدد دائما أقول لا تغيير بدون المرأة المرأة دائما خستيري أقوى غاز أقوى ماس ذي المقدمة أتيني وارينس لأن الأنظمة الاستبدادية سوري إيف كاك Europese landen, in ieder geval met name in Europa, democratische landen, die motiveren altijd vrouwen om juist naar voren te komen, om juist haar stem te laten horen, om juist te spreken. Omdat wij eigenlijk ook voeden. Wij zijn de moeders. Wij zijn de moeders die de kinderen voeden. Wij zijn de vrouwen die de man completeert, dus compleet maakt. Toen ik wegging uit Hirak, ben ik heel veel en Manuel gebruikte dat woord heel veel steeds achter elkaar om aan te geven hoeveel zij kwijt is geraakt. Ik kreeg heel veel kritiek en ik werd in mijn eer getast. Aangetast, mijn familie werd bekogeld en met allerlei nare uitspraken. Het waren ook mensen juist die naast mij stonden tijdens het strijden, tijdens de demonstratie, die dan zich keerden tegen mij. En dan werden er op een gegeven moment commentaren gegeven op mijn gedrag, op mijn houding, op mijn van waarom ik geen hoofddoek draag, waarom ik een broek draag, waarom ik even kijken. Dat waren mensen die ik vertrouwde en die zich ineens tegen mij keerden. En maar ondanks dat allemaal heeft me dat niet ontmoedigd. En ik blijf dat herhalen en zeggen, er is om de kern van iets te veranderen, het ligt bij de vrouw. De vrouw kan de kern veranderen.
Ja, ze heeft dus ook veel kritiek vanuit de beweging zelf te verduren gehad. Ja. Ik wil nog even één vraag stellen. Ik heb er nog veel meer, maar anders kunnen we niet meer naar de zaal. Dus ik stel nog één vraag en dan gaan we even het publiek in. Want ze zegt heel erg van, hey, ik wil dingen veranderen. En ik neem aan, het is natuurlijk, je bent natuurlijk met die protesten begonnen om daar iets te kunnen veranderen. Maar nu ben je hier. Dus wat hoop je vanuit hier te kunnen doen? Hoe hoop je vanuit hier nog te kunnen bijdragen aan verandering daar? تنمر خصوصا كما تما هذين الاسئله غطات ولكن نظرا للوقت وانا غطات الوقت هذين يجن السؤال خص الطرح وهو اش مقاد انت من شخص هذه تما هذه ريت يعني التغيير تما عامل امل باش تغير ولكن بعد راه ما يفقد سي راك ني تما على حسب هو ورد مني منيني وهذا تما وهذا يثبت شاب بالعكس عاقده غاري الامل ولكن ما مش تخزاض رخو وجود نموذج جديد رخو بدي المغرب بقاش مداني ثاني هولندا من ماذا تغير ماذا نيشان حاجة ماذا تغير سي الساس هولندا ما تخزاد ما ممكن غام الاستطاعة عن القدرات تغير شان حاجة الساس هولندا أذيني غيجن حاجة أذيني غيجن حاجة مهمة بزاف وهي أنه لولا يوذن ذني تينيري في هولندا أوروبا أون جينيرال ولكن سورخ هولندا خاصة مدى ما قيش جي هولندا ذني تيني وذان إجت جنتي زما مغانت يوذني دياريف باش غادي جنتي زما يرقثنا كي نغزق مزقارو وتجنتي زما وتوالي غنش خدمن السا لأن خدمن السانيتين يمكن أضاوضن ولكن جرقة ذي المغرب أتيرقة ذي الحبوسة ثم خجان وخيث ما ثم غنظم أوكي Ik wil iets heel belangrijks vertellen, zegt Noël. Ik wil even aangeven, met name hier in Nederland zijn, wel in Europa als geheel, maar voornamelijk met name hier in Nederland zijn er heel veel refijnen die hier veel proberen te doen. En best wel veel hebben kunnen ook veranderen ook vanuit hier. Ik denk als zij dat, wat zij hier proberen te doen, dat in hun eigen land of in Marokko in dit geval, zouden dat doen, dan zaten ze allemaal vast en allemaal opgepakt en verdreven. Zij zijn weer in staat vanuit hier om dingen te ondernemen en dingen te doen. ديني يوذن تنظم التظاهرات تضامنا مع المعتقلين ومثل عزيز يصوض إناث أور دائما ذنتي نخار بذيث مثل غدانيتي تقنتي زما مغانت من أجل المعتقلين من أجل عارف أون جينيرال صوض الصوت ناريف صوض القضية ناريف ومختواري غنش القضية ناريف أصبحت قضية دولية إخسا المجتمع المنتظم الدولية كيتسيبد لأن المغرب ذاك سجن انتهاك حقوق الإنسان إمغى 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 بزاف خص سجن الوقفة المنتظم الدولي أجارف. Er zijn heel veel demonstranten, of er zijn heel veel mensen die demonstraties hebben kunnen organiseren. En heel veel zaken hebben in ieder geval op gang gezet om iets te kunnen veranderen. Of in ieder geval desnoods als in de vorm van een stem te brengen. Zoals broer Aziz ook als voorbeeld vandaag heeft gedaan. Er zijn heel veel broeders die nog steeds strijden voor de zaak van de Rif. En voor mensen en broeders die in Marokko zijn vastgehouden voor de zaak van Rif. En ik vind dat ook de heel veel landelijke organisaties ook zich moeten mengen en hier ook aan moeten zich ook voegen in deze strijd voor simpel gewoon het recht van de mens te realiseren in RIF-gebieden. Ja, doet de internationale gemeenschap inderdaad genoeg, zouden we nog over kunnen hebben, maar dat gaan we nu even niet doen, want ik ga eerst naar de zaal. Zijn er vragen voor Noël? Dan kom ik naar u toe. Hou het wel kort, één of twee zinnen, want je ziet, anders lopen we heel erg uit. Ik zie daar iemand. Ik
Ik hou hem even de microfoon zelf vast. Misschien een beetje moeilijk om kort antwoord te geven, maar hoe ziet u uw toekomst zelf nu in de nabijkomende jaren? Dus wat, u zit nu in de AC, maar wat houdt de toekomst voor u in? المستقبل مش مقاشم ديال مركز اللاجئين ديال الحضايا ولكن من نظرة غامخة للمستقبل منهم بالنسبة ينش نظرة صراحة أولا يعني تشكى الطاس الطاسي وذان هولنديا ذانيتين اختضى منصن دائما يعني تصدهانا بأن أقث نكيذي بأن تشنا يجن الطاقة باش تستمر دائما تضمن نكيذي سحس سمانا ينش تحس قيق جن المجتمع آمن سحس قيق جن المجتمع محب للآخر متقبل للآخر توريغ إن شاء الله مرا تمكن غنش دسن ثوينو أذيريغ مليح وخا عمصة ذيريغ مليح يعني حتى لأن بنادم عمصة تعوض شيخ ثماطينس عمصة تعوض شيخ العائلين ولكن دائما احافظ على الامل ادير غمليح اوكي even kijken. Ik wil eerst zeggen dat ik met name heel veel Nederlanders zeer dankbaar ben voor de steun die zij mij hebben gegeven. Voor de ondersteuning en alles wat ze voor mij tot nu toe hebben gedaan. En mij blijven motiveren en mij blijven toch keihard blijven vechten voor mijn goede zaak. Even kijken. Ik hoop dat mijn kinderen hier naartoe komen en dat ik uiteindelijk rust vind en dat het beter met mij gaat. Maar ook als mijn gezin hier zich voegt bij mij, zal de tijd en alles wat ik heb meegemaakt, zal dat niet recht trekken. Maar mijn hoop is dat mijn kinderen zich voegen bij mij, of in ieder geval dat mijn gezin compleet is. Is er nog iemand die een vraag wil stellen? Hier achterin, twee mannen, heel enthousiast. Begin met u. Ja, zoals mij zegt. Nou, we nog even een tas met de gid. Met de gid. Kima mo, zeggen de mensen Allah. Met de gid, goh, schaka. En zie je, het die arrive, was ik dan zien dan niet. Maar ik heb hier, dit is het, met de gid, schaka nog. سين مين طرح المغرب وزمات السيوره ورنخ بعدا البوليس بدا السور كيش تعرفت بدا نسحس سحقاني مين يمكنني ومين يلقى الحراك وخصوصا مين يلقى نصر الزفيه سحقاني يكسيف عزو هذا سين عافك الطاسخ مناوني يعرق الجهد النخ يعرق التاريخ النخ وزي التاريخ النخ ان شاء الله نجبر المستقبل النخ غاري يجرو سكسي وسامحة هي نش الحراك شي تبع غزي فيسبوك يجرو ماست شي دومي تروح لاسبيطا زريخ شمديني تسمى سبن ديخ فن مزجاد عافاك الحراك ذي عريف ما يمي يمقرن النغ رشيوخ ذي النغاتشا ذي زماء ما يمي واعون الحراك ما يمي سقان اوكي Kunt u hem eerst even vertalen, maar misschien tot één zin. Dat klonk ja, als een hele... Ik wilde nou in ieder geval heel erg bedanken voor wat ze gedaan heeft in het verleden. En Nasser. Wauw, die niet nog was, nu is inshallah. Waarom hebben de mensen die zeg maar zeggingskracht hebben in de RIF, waarom hebben die de beweging niet gesteund? Zeggingskracht, de autoriteiten of de gemeente nou, van of de autoriteiten mensen hebben met niets, invloed? Van de autoriteiten hebben we niets te verwachten. Yeah. Maar mensen met invloed, mensen met geld... wij weten ook dat in de RIF hebben we heel veel respect voor ouderen. Ja. Waarom hebben die zich niet aangesloten bij deze beweging? Nou, سامحي شكرا من تنيد الطاس من تقصد زي يمقران الشيوخ Oh, ze vraagt, want meneer had inderdaad in het begin aangegeven ouderen. En Dawar vraagt, maar wat bedoel je precies met ouderen? Ja. شين السنة غتني الثقافة النخ يني مقرانة يبدا ني مقران يبدا ني مقران شي بودي العمى واه
شين غانخ مثلا نثيم زيداوين ينذين يستاور نحس بخازن الزفزافي يروحي الجمعة غاذ مزيدا وزرند خازديني ما يميثي مزيداوين وعيونا لحيراق جل المثال وها Ik bedoel het niet met ouderen qua leeftijd, maar meer mensen met, die toch een bepaalde zeggenschap hebben. Mm-hmm. Meneer noemt als een voorbeeld, toen Zefi een keer naar de moskee ging, werden hij verdreven en weggestuurd. Waarom deden ze dat? Waarom steunen ze Herakbeweging niet? Wat is de reden dat ze hem weg hebben gestuurd? يوداني مقراني جان ديال العمر يوداني مقرانا اكوش غير المثال بسيط نش الوالدينينو يرق وجين شكي يعني دائما الا نشمر متفغ دائما تفغ ستانو في لو خيرات تجغا يما تجغا كي تسيح نجان ولكن دائما ضد اقت ضد من الكغلش دائما اول حاجه هو ان الثقافه يوذن الأغلبية أمية لأن الدولة توفاش المدارس باش يوذنية السنن بأن ذين شين الحوايج يخصها غادي رنت ثانيا خوفا خافينش لأن سنن الجرائم المغرب يقاق يوذن نعرف بالنسبة يوذن ثيم زيداوين نشتع قارغ ذي ومي غان المسيرة 8 مارس 2017 يجن الشيخ ذاني تيدي أمستردام قناس أبو شيماء يهاجم يدنش ويجي منو يعني ذي روس زيدا يا جميد دائما الدوله تستغل العقليه البسيطه نيوذان تسور سنس الدين تتفس سنس الدين نشني بزاف دي ثيم زيداوين زي ذي المغرب يرقص ضد النغ استغل تجمع الجمعه نيوذان تزاجيت هاجم دفن استغل الدين باش للسياسه باش هذا السيد فنشين تمسرايين ضد الحراك شنين يعني نقاطد وبكل صراحة خليدي الجن ما يريد جاكيد نغزي الشيوخ خليدي الجن ما يريد جاكيد نغزي وذاني يريد جغصنا دقنا ذا نغعاون ماديا زيني يجان زيجن الطبقة ثم غادي الحسيمة العكس يرقصن ضد النغ لأن يرحمل المصالح نصن الفاسدة يجي جانس المعاونة الدولة وزما دا زون المصلحة الشعبي ببريتن يوذاني يجي تعانى باش هذا أذيرين أقل حيرك وشكرا أوكي Noël geeft als antwoord. Het is natuurlijk wel een lang verhaal, maar ik probeer de essentie even samenvatten. Over te brengen, lijkt me, ja. Samenvatten. Even hebben over ouderen, maar in dit geval ook qua leeftijd. Noël geeft als voorbeeld: mijn ouders ondersteunden mij ook niet. Als ik wilde me voegen aan de beweging, of ik ging bijvoorbeeld de strijden, dan ging ik het stiekem doen. En ik liet gewoon mijn kinderen achter bij mijn moeder, zodat zij op hun kon passen. Maar ze wist niet waar ik mee bezig was, want dat hield ik gewoon geheim. Omdat zij één daar niet voor waren. Dat kwam omdat zij angstig waren voor wat voor consequenties dat zou zijn voor mij. Marokko reageert natuurlijk heel erg op een hele gewelddadige manier naar mensen die zich willen strijden voor een bepaalde zaak. Maar ook in het algemeen, mensen die de grote populatie van ouderen in Marokko zijn analfabeet. Ze weten niet precies wat er eigenlijk aan de hand is of wat er gaande is. En de autoriteiten houden dat ook, willen dat ook in stand houden en willen daar maken ze ook een misbruik van. Noël geeft ook een voorbeeld omtrent wat er in de moskee gebeurde. Op 8 maart 2017 heeft Abu Shema vanuit de moskee hier mij aangevallen. De autoriteiten misbruiken ook de moskeeën, misbruiken ook religie en het geloof voor politieke eigenwin, voor eigen belang. En dat misbruiken ze allemaal tegen Herakbeweging. Even kijken. Kunnen we het hierbij laten? Ja. Probeer ik nog hier beneden, nog boven. En dan kunnen we ook. Dan is er ook nog een derde ronde aan de bar. Dus ze rent niet meteen weg als het goed is. Meneer, kort. Ja, meneer Koutou Saïd. Goedenavond. Ik ga ook in het bezig doen. Ja, graag. Iets korter dan de meneer hierboven. Ja, ja. Ja.
ذم الزوان تقذى غنى ولا ابن عيسى تقذى ثني الترجمة وخط ترجمة ويعجب شنها من يخفيف تصيد القذيد والصينو ما مش فرطالي تقذى ويعجبه مية دي مية والصينو وخا خا مخيم لبعض الزيوز ماشي السوانة دوما تبالي قاغا سينوال عاجنة فشان دجوس قصير طوال مهمة الطاس مزيدين يبدا ويزوم نعريف 1912 ميمي من زي فرنسا اسبانيا بضانت المغرب وقينت الحمايه وقعت الحمايه والتني عاد يتجان ديال المغرب خان خاريف مرات قنغني سويني ما رمي تمسار الغار ديني شارش ندايس اوروبا وين هنا خاص السيور يا ينات وقع الكونترا تاع التجاره كسيني سليمان معادين وزيد وزيد حما اغجن الشين ديني تعيشه قالت ورا كلشي نهني مراكز الديمقراطيه غنغدي المغرب تكون فياكون ولكن ما تخصنيش ميزي ميمي حمل مصالح اوروبا مصالح حسن يحطم اذا نشين تشنا مقابل كونترات نسن تجرنا انعاق ذي ربحا انعاق ما ينغني وغدار مرخبه باش خميني تخصنا الدخل الدخل مش تكيني تونس مش تكيني هذه مصر مش كين تاسي مشا دخل دغيا كين ديمقراطيه سا امريكا سا اوروبا صافي ولكن هو خصنا هنا ورخصن بو شان تقدم غانغ ذي أفريكا ما نحكي من أوروباوين ميزيك سين ثروات النور أدخل Het was geen vraag. Een statement, een eigen. Oké, okay. We doen hier meestal meneer wel. Meneer had in eerste instantie eerst even een opmerking over mijn vertalingen. Daar was hij niet volledig tevreden over. Maar ik heb al aangegeven in het begin dat er een, wel switchen zal zijn van eigenlijk Derrida naar het Rif. En het is. Ik wil niet mij gaan verdedigen, maar ik heb gewoon mijn best gedaan om de kern van het verhaal over te brengen. Dat vinden we allemaal, denk ik. Een applaus. En niet om een letterlijk vertaling, maar ik snap uw punt. Nou, het wordt geen dialoog nu, dus even... Nee. Ja. Meneer vraagt of ik bang ben voor de Marokkaanse autoriteiten waarschijnlijk. Ik heb in het begin aangegeven, ik zit hier puur als vertaler. Ja. Ik vertaal en probeer even over te brengen wat Noël zegt. Daar heb ik geen rol in, daar heb ik geen bemoeienis in. Je hoeft ook niet te reageren. Het is niet mijn podium, het is Noëls podium. Ik ga hem zeggen. Maar als ik het zeggen, even samenvattend waar het eigenlijk op neerkomt, meneer, geeft aan, het is bewust de doelstelling van Europa als geheel, en met name Frankrijk, Spanje en Marokko, om niet in te grijpen, om niks aan de problematiek te doen, terwijl het eigenlijk een hele simpele oplossing zou kunnen zijn. Ze kunnen heel makkelijk in Marokko inzetten en de veranderingen in kunnen brengen, maar dat doen ze bewust niet voor eigen belang. Want zij verkrijgen, Marokko levert heel veel aan Europa, waar zij alleen maar rijker van kunnen worden, of in ieder geval veel voor de Europese landen veel wat aan hebben dan wat de Marokkanen. Daarom houden ze dit bewust in stand. Ja, kort samenvatting. Welbekende economische belangen. Ja. We gaan even voor nu naar de laatste vraag. Graag een vraag. Hè. Dat is een zin die eindigt met een vraagteken. Voor Noël, niet voor Jamila en ook niet voor mij. En dan daarna is er zeker nog een mogelijkheid om aan de bar te drinken en na te praten. Het laatste woord is aan u. Ik ben blij dat u mij uitlegt wat een zin is. In tegenstelling tot mijn buurman heb ik een hele korte vraag. Met de wetenschap van nu, zijn er dingen die u anders aangepakt zou hebben? Of zou u alles precies hetzelfde gedaan hebben? Mooie eindvraag. السؤال اللي طرح الاخ وهو يقرم على حسب العلم من تسندرخو بعد ما خميكين من خميس من تسعدوذ من يمين تسندرخو مرا تعرض تسمى التاريخ من بعد قبر ماذا نيشا المسائل اللي تقتنس الطريقه النغنيه انتغيار انتبدرد نير اتفذت قد نفس من تقد مراتوش من الفرصه غتعاودت قد في نفس الطريقه مرميت غيمي غادي خفينو ديني بزاف الحوايج مثلا يعني تينو بصراحه مرميت غيمي وحدي دي لا شومبر ممي يتنكاد غا 12 يتري الطص المهم يجي نحس تيني يتري الطص يتنكاد
والسين غيتاجا والسين يسغيو يترو يقري ماما الزوخ مروان وماس ماما الزوخ ضعيا ما غفرانا كي سباباس ما غفرانا كي سيف ماس تروح اكيد قغص يوم الجغ اتينغ يعني فرانشمو لان الانسان يتسد حالات ضعف يخصد يعترف بزاف سنت ولكن مرمي خزاغ من جيغ وشي غير الصوره يتم غتاريفيف وش ني غوارينو رغم الحصار خفي رغم تشوين سمعينو رغم بزاف المعاناه قغص لا فخورس من جيغ وطغي غوالو كي من جيغ العكس تمني غادو كاع اكيد كون مكني وغادث Ik zal proberen hier zo eerlijk mogelijk antwoord op te geven. Ik zit heel vaak en heel veel alleen met mijn kinderen in de kamer. En dan soms dan ligt mijn zoon te slapen en dan schrikt hij wakker, soms midden in de nacht om 12 uur. En dan gaat hij huilen en schreeuwen. En dan vraagt hij naar zijn vader, vraagt hij naar Marwan. En dan vraagt hij zich af, waarom hebben de andere kinderen hun vader en ik heb dat niet. En dan verkeer ik ook zelf in een zwak moment. Dan denk ik, mijn God, wat heb ik gedaan? Wat heb ik aangericht? Maar daarna denk ik van, nee, ik ben blij en trots voor wat ik heb gedaan. Trots voor het gezicht en de stem wat ik aan de Ivaanse vrouw heb gegeven. Ik ben trots dat ik heb gedaan op wat ik heb gedaan tot nu toe en wat ik hiermee heb bereikt. Daar heb ik geen spijt van. Heel mooi. Bedankt. Ik wil Noël heel erg bedanken voor haar eerlijkheid en haar openheid. En ik denk dat we vanavond alleen maar meer geprikkeld zijn om meer over de RIF te weten te komen voor degenen die dat nog niet allemaal wisten. Voor nu kijk ik heel veel Rashid aan of er tijd is voor nog één nummer. Ik denk dat het wel goed is. Kan iedereen er eventjes over nadenken. Even alles verwerken. De vragen die niet gesteld kunnen worden, dat kan misschien straks nog. Applaus voor Rashid. En alvast ook nog voor Aziz, heel erg bedankt voor de column. Voor de fantastische vertaling van Jamila, dankjewel. En voor Noël natuurlijk, Noël Benaisa, dankjewel. Dankjewel. Neem er plaats of daar, maakt niet uit. Een liedje die heet Temmezicht. Dat gaat over onze taal. Het gaat het over, ook over de ouderen. Wat hebben we allemaal gedaan hebben voor RIF. Did
ساس دوار الشنين هتي دنجي فروانا هتي دنجي فروانا فادت ماسي خثنا شين تدرجة وذنا عراف خطنها وذ ماسي خطن صغار فادت ماسي خثنا شين تدرجة وذنا عراف خطنها وذ ماسي خطن صغار ارخغن انت كديش عاش يا رال لي يا رال Dankjewel. Dankjewel, merci. Nog een, hè? De laatste. Die heet Bohmara. Bohmara, dit is een... dat gaat over een eiland in Marokko, een Spaanse eiland. Die heet Eiland Nekour. En tegenover is River Nekour. Maar die zijn gesepareerd. Dus is ook zo. Is ook zo'n probleem. جانز القدران من الوقت البراء هذا مسرين بند ومعوض ثامغرا هذا مكسين قد جوار وسوي ثمام بمرة الشورة هذا زروطين الكورة وجمع سامحي يا وجمع هذا زروطين الكورة وجمع سامحي يا وجمع غزروتن الكورة وجمع سامحي وجمع Thank you all.